Ik ga nu een portret maken, een portret op straat. Ik heb een prachtige man hier, kwam ik tegen. En van hem wil ik een portret gaan maken. Wat heel veel mensen vergeten als ze een portret gaan maken, is ze zijn heel erg met de persoon bezig, maar ze vergeten de achtergrond. Nou, ik zal je laten zien dat het toch wel heel erg belangrijk is. En ik maak deze foto. En ik heb een prima model, maar eigenlijk een hele lelijke achtergrond. Er staan auto's, er staan allerlei witte dingen. Het wordt heel erg druk. De achtergrond heeft eigenlijk helemaal niks met mijn model van doen. Dat is jammer. Dus ik kan beter even om die persoon heen lopen en dan kijken wat ik nog meer zie en tegenkom. Nou, je ziet als ik hier ga staan dat ik eigenlijk een veel rustiger achtergrond krijg. En op deze manier moet ik eigenlijk een beetje om mijn model heen lopen. Totdat ik de goede achtergrond heb. En dat ik automatisch veel meer rust in mijn foto krijg. Dus wat je moet doen als je een portret maakt op straat, hou ook je achtergrond in de gaten. En zorg dat er niet lantaarnpalen, verkeersborden, drukke dingen, zeg maar. Visueel oninteressante dingen. Maar blijf naar je achtergrond kijken en zorg voor een beetje een rustige achtergrond. Tip 9. Laat je niet verblinden door je hoofdonderwerp, maar let ook goed op wat je in je voor- en in je achtergrond ziet. Niet zo vervelend als een boom die uit iemands hoofd blijkt te groeien. Of dat je achteraf ziet dat in die prachtige natuurfoto een auto blijkt te staan. Blijf dus goed kijken.